Welkom bij Femke van Liemte podcast. De podcast waarin ik jou meeneem op mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord, enkel mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten die ik met jullie kan delen en wellicht ook die van anderen. Maar zoals je vandaag kan zien zit ik hier niet alleen en ga ik met Chloe in gesprek over wat zij met de kennis van nu tegen haar jongeren zelf zou willen vertellen. Chloe is finalist van Miss Beauty of Noord-Brabant 2024 en daarnaast begeleidt ze mensen om te leren beleggen. En zou jij voor de mensen die jou nog niet kennen jezelf kunnen voorstellen? Zeker. Nou, ik ben Chloe, ik ben 21 jaar en wat je al zegt, ik ben de finalist van Miss Beauty of Noord-Brabant 2024. En daarna is op het moment mijn fulltime baan is daytraden. En dan voornamelijk voor mezelf een strategie in eerste instantie in kaart brengen van wat het beste voor mij werkt. Maar ik wil daar ook andere mensen mee helpen van bepalen wat voor strategie het beste voor hun werkt. En hun daarmee begeleiden en helpen naar het creëren van zeg maar een hele goede basis om niet uiteindelijk je baan te verliezen, maar of in ieder geval te stoppen met je baan, maar ook gewoon daarnaast een klein zakcentje te proberen bij te verdienen eigenlijk. Daar ben ik dus heel de dag mee bezig. En daarnaast ben ik ook wel bezig met sporten. En ja, dat doe ik in mijn dagelijkse leven heel erg. En dan nu ook, wat een heel groot deel is van waar ik mee bezig ben, is dus het traject van Miss Beauty of Noord-Brabant. Dus dat, ja. Even voor jullie trouwens, op de achtergrond hoor je misschien in wat gezoom. We hebben een ventilator aanstaan, want ik heb geleerd van de podcast met Willem. Ik wil niet dat hij nog een keertje uitvalt. Dus hopelijk blijft hij hierdoor koud. Dus dan weten jullie voortaan van dat geluid op de achtergrond is dus de ventilator die de camera koud houdt. En ja, mijn podcast gaat dus over wat zou je met kennis van nu tegen jongeren zelf zou willen vertellen. Ja. Hoe was jij als kind? Ik denk dat ik als kind, als het eerste wat in mijn hoofd opschiet, is eigenlijk dat ik heel ingetogen was. Dat ik heel erg op mezelf was en een beetje dat ik mezelf heel erg aan de zijlijn bevond. Dus niet mengen met mensen, maar gewoon meer zeg maar op een afstandje af, zeg maar vanaf een afstandje zou kijken wat iedereen aan het doen was. En wat mijn moeder zou zeggen als je dat in eerste instantie zou vragen, zou ze zeggen dat ik heel erg veel huilde. Dat toen ik een baby was, dat ik echt alleen maar bezig was met huilen en bijna niet slapen. Dus al mijn energie ging daar naartoe. Dus het duurde ook best wel lang voordat ik mijn haar kreeg en dan mijn tanden doorkwamen. Maar daarna ben ik heel erg op de achtergrond gebleven. En ik denk dat dat voornamelijk een beetje kwam omdat ik mezelf meer bezig hield met andere dingen dan zeg maar waar de meeste basisschoolleerlingen zich mee bezighouden. Dus meer spelen en rennen en tikkertje op de speelplaats, zeg maar. En dat ik mezelf meer kon vinden in zingen en dansen en muziek eigenlijk gewoon, dat ik daar veel meer mee bezig was. En ik denk dat dat een beetje een ander beeld daar eens heeft gegeven. Maar waarom doe je dat en waarom vind je dat leuker dan met ons spelen? En waarom ben je liever alleen of waarom doe je liever dat soort dingen dan dat je een keertje meedoet met tikkertje? En natuurlijk deed ik dat wel en dan zagen ze ook wel van, oh, maar ze is toch wel snel en ze kan het wel, zeg maar. Dus waarom doe je dat? En ik denk dat als je als kind zijn ook best wel veel bezig bent met eerder met jezelf en met wat je zelf leuk vindt. En als dat niet bij iemand anders in hetzelfde straatje valt, dat je dan ook best wel bestempeld wordt van, oh, jij bent anders. Of jij doet iets wat ik niet leuk vind, dus ik vind jou niet leuk. Zeg maar die hele simpele, maar hele sterke woorden eigenlijk, dat die best wel snel eigenlijk overkwamen. En in die periode, juist doordat ik mezelf bezig hield met andere dingen, ben ik wel, zeg maar, in die periode best wel veel gepest. En juist door van, oh, maar jij doet iets anders en dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk wat jij doet. Dus ik ga daar even mijn mening over geven als kind zijn. En dat kan best wel hard overkomen en dat kan best wel even snijden. En als jij als kind zijn en je daar echt je passie uit haalt en dat je daar veel mee bezig bent en dan iemand anders tegen jou zegt, nou, ik ben het hier eigenlijk niet mee eens wat jij doet. Dat is toch wel, dan ga je toch nadenken over van, oh, maar is dit dan ook wel leuk? En ben ik dan wel leuk als kind zijn? En nu ik erop terugkijk, kan ik mezelf, of in ieder geval ben ik hier niet meer mee bezig, zeg maar. Dan heb ik dat voor mijn gevoel wel afgerond. Ook al komen dit soort meningen en gevoelens wel terug in je latere leven. Maar voor mijn gevoel is dat klaar nu. Is het afgerond? Heb ik nu andere mensen om me heen? Heb ik dat afgesloten? Maar het was wel lastig in mijn kindertijd om zo bestempeld te worden van je bent anders. En we vinden jou niet leuk, tussen haakjes. Dat werd best wel vaak gezegd. En dat kan best wel hard binnenkomen.
Ja. En jij was ook daarnaast, dan zeg je, ik was anders. Maar je was dus bezig met theater en zingen. Maar ook met modellenwerk. Ja, klopt. Hoe was dat dan? Dat is als kind zijn best wel een stempel. Van je gaat best wel een bepaalde richting in. Je kiest wel voor iets wat niet normaal is. Wat niet standaard is in een kinderleven. Die eerder bezig is met buitenspelen. En niet bezig is met voor een camera staan. En dat heb ik meegekregen vanuit mijn moeder. Die heeft haar eigen bedrijf ook in de cosmetica. En daar heb ik dus heel veel op de foto gestaan. En ben ik ook met haar meegegaan. En naar heel veel van dat soort evenementen. Dus daar was ik ook wel heel vaak model. En het staat natuurlijk ook allemaal op internet. En op een gegeven moment als je gaat zoeken en op de leeftijd komt. Van dat je in groep 7 en groep 8 zit. Dan wordt dat wel gezien. En als je bijvoorbeeld ergens op YouTube staat. Dan zien ze dat. En dan hebben ze, ja, ze vormen daar een mening over en dat gaan ze recht in je gezicht zetten, omdat er zit geen blok voor. Het is, je bent kind, dus je gooit alles eruit wat je denkt. En dat kan best wel zwaar overkomen, maar ik haalde daar zoveel passie uit. Ik voelde me daar echt mezelf en ik voelde me daar echt dat ik dacht van, oh, nu kan ik mezelf echt tonen op camera. Dit vind ik leuk, zeg maar, mezelf optutten en mijn haar doen en overal op de foto's staan. Dat vond ik echt fantastisch. Daar had ik echt zoveel. Daar had ik echt liefde voor, zeg maar. En dat maakte wel echt wie ik op dat moment kon zijn. Zonder dat er mening op zo'n moment gevormd worden. Want de mensen die daar om je heen zijn, zijn gewoon echt trots op je dat je daar kan staan. En vinden het echt super leuk dat jij voor een merk, zeg maar, kleding mag passen. Of op de strakjes in een of andere magazine mag staan. Daar zijn ze echt trots op. Dan denk ik van, ja, dit is bijvoorbeeld, dit is mijn dochter, of dit is mijn vriendin, of dat soort dingen. En dat was super tof. Alleen wat je dan achteraf hoort en dan wat je ouders dan niet mee krijgen, dat is dan gelijk de meningen die gevormd worden op het schoolplein. En dat ze zeggen van, ja, waarom zou je dit doen? En er wordt gewoon heel snel een mening gevormd over je die niet hoort, zeg maar, die niet past, die niet bij je innerlijke zelf hoort. En dat vond ik best wel zonde. En kijk, nu achteraf is het natuurlijk, je bent kind. En ja, wat ik al zeg, als het niet in je straatje past, dan wil je het misschien ook niet kunnen accepteren. En dat was wel lastig. Daar heb ik best wel veel moeite uit gehad. Maar juist doordat ik er zelf veel passie voor had, ben ik er wel op dat moment nog een stukje mee doorgegaan. Maar je denkt er toch 3 keer over na of je het nog een keer gaat doen. En of je echt wel denkt van, oh, maar is dit dan echt wel, vind ik dit echt wel leuk of moet ik iets anders gaan doen? Dus dat is wel, ja, je gaat heel veel meer nadenken over de keuzes en je gaat veel meer nadenken over de meningen van anderen. En dat is eigenlijk helemaal niet wat je moet doen uiteindelijk. Dat heb ik in een later stadium geleerd, dat je niet moet nadenken over wat andere mensen vinden. Maar je bent jong, je bent naïef, dus dat doe je gewoon heel snel. Ja. En hoe was het dan om dan toch nog door te gaan met waar jij zo gelukkig van wordt eigenlijk? Want je bleef er best wel lang mee doorgaan. Ja, klopt. Ik heb ook heel lang nog op theater gezeten, ook nog op de middelbare school. Ik ben op een gegeven moment wel gestopt met het modellenwerk. Meer omdat je groeit natuurlijk. En je, op een gegeven moment pas je niet meer in de kindermaten. Dus daar was ik op een gegeven moment wel uitgestapt. Maar ik bleef heel nog best wel lang doorgaan met de passie voor muziek en het acteren en het toneelspelen. En ja, dat op zich misschien op dat moment, op zo'n moment dat je op toneel staat, even voordoen als iemand anders. Voordoen als een ander karakter. En dat vond ik leuk, maar dat was niet ik. Uiteindelijk sta je daar niet als jezelf, maar je staat daar als een ander persoon. Dus uiteindelijk ben ik daar om de 16e ongeveer mee gestopt. Maar ben ik nog wel doorgegaan met het vooropleiding conservatorium op mijn HAVO tijdens op een middelbare school. Was er een traject naast, zeg maar, dan had je gewoon je normale loopbaan en dan had je ook nog een conservatorium, vooropleiding conservatorium traject. En dat had ik gedaan om mezelf nog verder te verdiepen in de muziek. En daar zaten ook alleen maar mensen in dat traject. Dat moest je ook auditie voor doen. En het traject zat alleen maar mensen die passie hadden voor muziek. Dus of zang, of pianisten, drums zaten erbij, trompetisten, allerlei. Ja, er was gewoon een groep met mensen die passie hadden voor muziek op allerlei soorten vlakken. En daar kon je op dat moment echt je alles mee delen. En die begrepen ook echt hoe jij je voelde ook op school. Dat je daarnaast twee verschillende, ja, je had je normale leven, zeg maar. En je had ook je muziekcarrière. En op die manier heb ik het wel doorgezet. Alleen
op een gegeven moment, als je die wisseling hebt gemaakt van zeg maar je basisschool naar je middelbare school, ja, alles begint opnieuw. Je hebt natuurlijk al die mensen die zeg maar een mening over je hebben gevormd in je hele kindertijd, die zie je op spontaan niet meer. Dus die verwijder je in dat op zich best wel. Nou, mentaal zitten ze er nog, omdat ze natuurlijk best wel een stempel hebben gedrukt, maar fysiek zijn ze er niet meer. Dus ze kunnen je niet meer vertellen wat jij in hun ogen fout doet. Dus dat heeft me best wel een soort van weer een boost gegeven van, oh, we kunnen weer verder. Ik kan weer mijn eigen ding gaan doen. Ik kan mezelf weer mezelf zijn. En dat heeft dus heel veel geholpen in de eerste 3 jaar. En op een gegeven moment waren er toch weer wat meningen. En dan in die periode heb ik ook een dyslexie kwam uiteindelijk ervoor dat ik dat had. En dus ik liep heel vaak met de computer op school. En dat was ook weer anders dan anderen. En je had iets wat andere mensen niet hadden. Dus ik kreeg graag daar een mening over. Van ja, maar waarom mag jij met een laptop, zeg maar, bijvoorbeeld je tentamens maken? Waarom kan je dan niet opzoeken, zeg maar? Spiek je dan niet? Dat soort dingen. Dat gaan er heel snel rond. En dan krijg je heel snel weer een stempel op. Van ja, maar waarom? Wij moeten gewoon schrijven. Waarom mag jij typen, zeg maar? Alleen, dat had dus ook weer. Dus dan kreeg je die stempel op je. En dan had je alweer een stempel van, oh, je doet conservatorium. Dus dat is wederom anders. Dus uiteindelijk heb ik besloten ook om conservatorium in het 4e jaar naast me te leggen. En mezelf meer te gaan focussen op een soort van normaal leven krijgen. Ik had al een normaal leven natuurlijk, maar mijn normale leven. En niet een standaard stempel. Dus toen heb ik gewoon mijn HAVO normaal afgerond. En toen ben ik meer bezig geweest met stappen en met mijn vrienden en ja, meer dat soort dingen. En niet dingen afzeggen van, hey, ik moet dit doen of ik moet dat doen. Nee, ik wilde gewoon meegaan. Ik wilde erbij horen. En mezelf dan toch maar even anders dan dat ik werkelijk ben voorstellen. En mezelf op die manier zeg maar laten zien van, oh, ik ben wel hetzelfde als jullie. Ondanks dat ik dit soort dingen leuk vind, ik hoor er toch bij. Dat probeerde ik heel erg. En ja, dat heb ik in de laatste jaren dus best wel gedaan. En voelde het dan ook niet op bepaalde momenten eenzaam, omdat je juist wist van, eigenlijk ben ik niet zo, maar ik wil er zo graag bij horen? Ja, misschien op bepaalde momenten wel. Maar op een gegeven moment begin je ook wel in je hoofd te krijgen van, oh, dit is ook leuk, daar niet van. En je gaat het gewoon relativeren in je hoofd. Dus je bent inderdaad wel eenzaam, omdat je andere dingen toch leuk vindt, wat niet het gebaande pad is. Maar je gaat het toch relativeren van, oh ja, ik vind dit ook wel leuk. En ik word ouder en de stappen vind ik ook leuk. En met vrienden en hier en daar een keer een drankje doen is ook gezellig. Dus je verandert jezelf gewoon een beetje voor het erbij horen. Ondanks dat je een verleden hebt gehad, van dat je dat heel tof vond. Want ik mis het nu, bijvoorbeeld het toneelspelen. Zeg maar, toneelspelen mis ik soms af en toe nog wel. Maar ik vind het ook goed dat ik nu mezelf, dat ik ouder ben geworden. En dat ik nu dat toneelspelen in een ander jasje heb kunnen zetten. En dan toch op een bepaalde manier mezelf kan zijn. Zoals bij Miss Beauty of Noord-Brabant. Want ik sta nog steeds op het podium. En ik kan me nog steeds mezelf super presenteren. Maar wel op een manier zoals ik ben. Dus niet zeg maar in dat jasje van een rol. Maar echt jezelf zijn. En jezelf echt op toneel kunnen zetten. Van, kijk, hier ben ik. En dit heb ik gedaan. Dus wat erin zat, is een tijdje weg geweest, maar heb ik nu wel op een andere manier weer terug kunnen vormen in mijn leven. En je zei zelf, het is een tijdje weg geweest? Ja. Ik heb, wil je het erover hebben? Ja, ik zou dat wel graag op tafel willen leggen. Ik heb best wel een vervelende periode gehad. Dat is nog niet eens zo heel erg lang geleden. Het is ook niet eens in mijn middelbare school geweest, maar pas daarna. Ik ben afgestudeerd gekomen. Heb ik een, of in ieder geval in mijn studie gekomen. In 2022 heb ik een hele lastige periode gehad van het niet kwijt kunnen van emotie en een heel negatief zelfbeeld krijgen en jezelf niet meer in de spiegel aan kunnen kijken omdat je jezelf niet meer waard vindt en niet meer uit bed willen komen en jezelf ontzettend leeg voelen en eenzaam en heel erg alleen zijn omdat je niet meer het gevoel heb dat je bij andere mensen kwijt kan. Juist omdat ik dus zeg maar een soort van switch heb overgemaakt van ik vond één ding leuk en de andere ding leuk. Maar je bent
toch anders dan dat je vanuit kind, zeg maar, hebt meegekregen. Kreeg ik een moment van, ben ik wel genoeg? Willen andere mensen wel bij me zijn? Ben ik waardig genoeg voor andermans tijd? En ik wil daar echt niet mee spotten, maar voor mijn gevoel kwam het een beetje, zeg maar, over als depressie. En ik ben nooit gediagnosticeerd, dus ik zou er ook nooit iets over zeggen en nooit iets durven te zeggen. Voor mij voelde het zo, ik wilde niet meer mijn bed uit. Ik had geen energie meer. Ik wilde gewoon niks meer. Ik zat ook meer te huilen dan iets anders. En ik was alleen maar bezig met een negatief zelfbeeld die ik voor mezelf had gecreëerd in mijn hoofd. Dat niemand bij me wilde zijn. Dat ik niet mijn verhaal... Dat ik nooit iets over mezelf kon zeggen. Omdat ik dacht dat ik alleen maar een teleurstelling was. Of dat ik alleen maar als zeurderig over zou komen. Dat ik te veel was. Dat als ik een keer, zeg maar, mijn emoties zou tonen en ik iets los zou laten, wat een mening is van mij, of dat ik ergens mee zit, dat ik dan gelijk al te veel ben. En dat het voor andere mensen ook is van, oh ja, maar zo erg is het toch niet. Terwijl het in je hoofd zo groot is gemaakt en dat bepaalde dingen zo, dat je je zo voelt van, dat het alleen maar in je hoofd omgaat van, ik ben niet waardig genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik zal nooit genoeg zijn. Voor je gevoel kan je het gewoon niet meer. Dat je gewoon denkt, je bent jezelf gewoon op dat moment echt helemaal kwijt. Je weet niet meer wie je bent. Je weet niet meer waar je energie uit haalt. Alles lukt niet. Alles is negatief. Je zit bijna gewoon volledig in de knoop met jezelf. En het stukje eruit komen is zo lastig als je er niet over praat. En dat heb ik ook echt heel lang niet gedaan. Ik bleef alleen maar in een nare spiraal zitten. En je zegt het gewoon. Je zegt het niet omdat je gewoon andere mensen niet wil belasten. Je wil niet dat mensen weer gaan denken. Maar waar maak je je nou zorgen om? Wat doe je nou? Wat doe je moeilijk? Dat wil je niet. Je wil normaal zijn. Je wil erbij horen zonder te veel moeite te doen. En daar ga je zo in een spiraal naar beneden. Dat je op een gegeven moment echt denkt, ik wil niet meer. Wat doe ik hier, zeg maar. En ja, dat was een hele zware periode. En daar heb ik af en toe nog steeds wel moeite mee. Dat soms die gedachte nog steeds, het is veel minder echt, zeker. Maar dat soms schiet het nog steeds door je hoofd als er bepaalde dingen gebeuren. Of als je het ergens over hebt dat je echt denkt van, oh ja, het is een deel van me. En een plekje geven aan zoiets is nog steeds lastig. En hoe ben je op dat moment begonnen met omhoog krabbelen eruit? Het eerste wat ik gedaan heb, dat is een van de dingen die het eerst tegen me gezegd werd. Of in ieder geval wat ik ergens had gehoord, is gewoon schrijven. Ik ben zo ontzettend veel gaan schrijven op papier, in mijn notities, op mijn telefoon. Alles wat er in mijn gedachten rondschoot, meteen opgeschreven. En als je één woord opschrijft, komt er echt een hele lading aan emoties. En het maakt niet uit wat je schrijft, want niemand gaat het lezen. Het is echt puur voor jezelf en dat jij denkt van, oké, dit zit er nu in me, dit moet eruit. Dus dat heb ik in eerste instantie gedaan, alles opgeschreven. En daarna ben ik, of in ieder geval, gewoon aan het water. En daarna ben ik naar buiten gegaan met een aansteker en mijn papieren, waar ik alles had opgeschreven. En ben ik dus naar buiten gegaan en heb ik dat in de brand gestoken. En op dat moment had je bijna een per direct soort van verlichting, omdat je dan alleen staat te kijken naar je emotie en gevoel dat voor je ligt. En het gevoel dat je je kan afzonderen. Dat je kan denken, dit is nu even geen deel van mij. En dat gaf op een bepaalde manier wel een verlichting van, ik sta hier en ik sta nu af van mijn emoties. En dat is een moment dat je echt een soort van besef krijgt van, het is oké. Het is fijn dat ik me even kan afzonderen van alles wat daar ligt. En nog steeds, dat heb ik een aantal keer moeten doen. Want het blijft, als je er eenmaal in zit, het blijft erin doordraaien. En gebeurt iets, dan is het gelijk van, oh, daar is het weer. Ben ik wel waardig genoeg? Kan ik het wel? Ben ik goed genoeg? Dat gaat zo snel, komt dat weer terug. En op een gegeven moment, mijn moeder was op sabbatical. En toen was ik met mijn vader alleen thuis. En ik zat toen heel erg met die emoties op een gegeven moment. En dat probeerde ik dus te uiten. Alleen dat ging niet helemaal goed in communicatie. En
Toen kreeg ik dus een ontzettend erge paniekaanval. Waar ik al wel überhaupt meer last van had. Maar ik kreeg echt een gigantische paniekaanval. Toen ben ik naar boven gegaan en heb ik mijn beste vriendin opgebeld. En dus aan het hyperventileren. Dus ze schrok echt zo ontzettend erg. Omdat ze ook niet... Ze wist niet wat er aan de hand was. Omdat je echt... Voor de buitenwereld heb je zo'n gigantische muur voor je. Dat je echt... Ze had het niet door. Dus ze schrok echt super erg. Ze zegt, wat is er, wat is er? Ik zeg, oh... Dus ik verder. Dus toen dacht ze, het was even stil. En dat gaf me zeg maar een moment rust van... Er is iemand. Ze is stil, maakt niet uit. Maar er is iemand voor me. En... Daar heeft ze me ook echt super goed geholpen van het is oké en het is goed, zeg maar. Maar het feit dat er iemand is op dat moment, die maakt niet uit wat ze doen. Gewoon stil zijn en gewoon je dingen doen. Maar dat voelde zo, het voelde zo vertrouwd en het voelde zo ontzettend goed dat kon en dat ze er was. En daarna heb ik mezelf ook opengesteld. Want ja, je kan jezelf niet meer verbergen daarna. Ben ik ook met haar zeg maar s'avonds laat theetjes op de bank en gewoon verhalen vertellen waar ik nou mee zit en wat er eigenlijk gaande is. En dat doe ik gelukkig nog steeds. Het is nog steeds een van mijn beste vriendinnen, dus dat is super fijn. Maar dat heeft zoveel gedaan. Het feit dat je eindelijk kan praten, dat je eindelijk iets kan zeggen over jezelf van ja, dit ben ik. Ook al is het niet mooi, maar ik ben het wel. En het zal het ook altijd blijven. Het komt vanuit je jeugd, ondanks dat je denkt van het is afgesloten, het is nooit afgesloten. Je kan het een plekje geven op een gegeven moment en ben heel blij dat ik het op tafel kan leggen en dat ik toch een keer mijn verhaal kan doen, maar het zit in je. Het zal daar altijd blijven zitten. Op bepaalde momenten zal het terugkomen, maar omdat je het kan uiten en met mensen erover kan hebben, is het wel prettiger. Er zit minder druk op je, dus dat scheelt wel echt ontzettend veel. Dus dat soort dingen heb ik gedaan om het een plekje te kunnen geven. Je leert ermee omgaan. Ja, inderdaad. Je leert ermee omgaan. Helaas zit het er, maar... Ja, ja en uiteindelijk gaat het minder invloed hebben over je. Precies. Dan ga je steeds sneller doorhebben, de cirkel. Ja, waar het begin zit. En... Precies. Ja. En dan kom je er vanzelf weer zo uit. Ja. Dan betrap je jezelf weer op zo'n gedachte en dan denk je... Oh ja, het is goed. Ik weet ook hoe ik eruit moet komen. Ja. Want je leert jezelf bepaalde tools te geven hoe je er makkelijker uitkomt. Precies. En dan kan je gewoon lekker jezelf zijn. En je zegt ook van, speelt nu nog mee? Speelt het ook mee in de Miss Beauty Contest? Of? In mindere mate. Want echt, de meiden om je heen, ze hebben allemaal een eigen verhaal. En dat merk je ook echt. En daar heb je het ook met elkaar over. Dus je bent heel open met elkaar. Omdat je zit allemaal in dezelfde boot. Je wil allemaal uiteindelijk toch op een bepaalde manier mensen helpen. En... ik denk dat heel veel meiden gewoon ontzettend blij zijn dat er uiteindelijk iemand is die hetzelfde wil als hun. En dat ze zich echt gehoord voelen van, dit zijn wij. En hier kunnen we ook echt onszelf zijn, want dit vinden we leuk. Het is natuurlijk een misverkiezing. En dan een Miss Beauty of Noord-Brabant is... Het is wel een bepaalde keuze die je gemaakt hebt. Ik ben er echt ontzettend trots op dat ik überhaupt hier mag staan. Want er zijn zoveel meiden die hier hun passie in hebben. En ik ben zo blij dat ik hier mag staan en dat ik mensen mag helpen. En alle meiden om ons heen, die doen hetzelfde. En die willen ook zeg maar hun verhaal vertellen en willen mensen daarmee helpen. Dus dat is zo ontzettend tof. Dus ik heb eigenlijk zelfs, juist door ik dit doe, heb ik er minder last van. Of in ieder geval niet dat ik er nu nog heel veel last van heb. Maar het speelt gewoon minder. Omdat ik hier zoveel ambitie en zoveel passie voor heb. Dat je gewoon uiteindelijk... Je hoeft niet meer, zeg maar... De twee paden die ik had op mijn middelbare school heb ik niet meer. Dit is gewoon nu één pad. En dit is wat ik wil doen. En dit is gewoon waar ik zoveel energie uit haal. Ja. Met Miss Beauty doe jij ook je eigen verhaal vertellen. Ja. Over de chronische huidaandoening die je hebt gediagnosticeerd gekregen. Ja. Wat is de boodschap van jou wat je wilt overdragen? Zoals je al zegt, ik heb een paar maanden geleden ben ik gediagnosticeerd met dus een chronische huidaandoening. En dat is dan eczeem. Het is een heel breed aspect. Heel veel mensen hebben er ook last van, heeft mijn dokter me verteld. Dat 1 op de 3 mensen hebben er last van. En
ik heb er al heel mijn leven last van. Toen ik vroeger klein was, hadden mijn ouders me al... Die zaten al helemaal vol met plekken en littekens en zo. Dus namen ze me naar het Grevelingenmeer en zout water. Dus ondergedompeld in dat soort, in het water eigenlijk. En dan namen ze ook flessen mee met zout water. Dat ik dan dat er overheen kon doen als desinfectie. En het gewoon dat de jeuk er zeg maar uitbrandde. En ik heb er op een gegeven moment... Ik dus nu weer naar de dokter geweest. 10 jaar geen last van gehad. Alleen dan natuurlijk een hele droge luid, zoals droge lippen. Er was altijd wel iets, maar geen heftige manier. En toen ben ik in de afgelopen mei... kreeg ik op een gegeven moment mijn afstudeerzitting en ontzettend veel stress daarvoor. En heb ik altijd mee gezeten, stress en prestatiedruk vooral. En toen kwam het weer terug. Echt gigantisch erg. Mijn hele armen zaten onder de vlekken en jeuk en bulden. Het was gigantisch en ook wonden. Het was geen mooi plaatje, helemaal niet zelfs. En op een gegeven moment kwam het ook in mijn nek en mijn gezicht. En het was gewoon echt super erg dat het niet meer kon. Dus ik was eigenlijk in eerste instantie al bezig met het inwikkelen van dat ik er 's nachts niet aan kon zitten. En met talpoeder en alles wat ik me van vroeger kon herinneren heb ik opnieuw geprobeerd. Maar op een gegeven moment, het ging gewoon niet meer. Dus toen ben ik dus naar de dokter geweest. Waar ze zeiden, het is 10 jaar geleden, daar ben je weer. Ja, je ziet het. Het ziet er niet goed uit. Nee, inderdaad. Ik doorgestuurd naar de dermatoloog. Waar ze me dus verteld hebben dat het helemaal niet goed eruit zag. Dat ze ook echt schrokken en daar zaten van... dit is niet oké, had je niet even eerder kunnen komen? Ja, sorry, maar oké. Dus uiteindelijk heel veel hulp voor gekregen en zelfjes voor gekregen. Uiteindelijk is het weer verholpen, zeg maar. De extreme versie is verholpen. Het zal altijd in me blijven zitten. En het komt nu ook nog steeds. Als ik stress heb, komt het weer terug. Maar ik heb gewoon medicatie ervoor. En ik ben heel blij dat ik naar de dokter ben gegaan. Want ik had hier zelf niet aan uitgekomen. Ook qua stress verminderen lukte gewoon niet. Het zat gewoon zo ontzettend hoog. Ik had ook superveel haaruitval en... Het was gewoon too much. Maar het feit dat ik zeg maar wederom naar iemand toe kon gaan. En ik kon zeggen van, het gaat niet goed. Ik moet iets doen. En dat was gewoon super fijn. En dat 1 op de 3 mensen dit heeft. En misschien niet eens beseft dat er eigenlijk iets meer aan de hand is. Of dat het dieper zit. Of dat het interner zit. Ik wil mensen kunnen laten zien dat het oké is. Zelfs, ik heb ook nog littekens overal zitten. Dat het pigment gewoon volledig weg is. En ik wil gewoon laten zien dat het oké is en dat het niet alleen maar van buiten zit, maar dat je gewoon ook superveel kracht van binnen hebt. En dat het juist zeg maar je mooi maakt zonder dat je huid bijvoorbeeld perfect is. Of dat het droog is of dat het super vettig is. Alles is goed zeg maar. En ik wil mensen laten zien dat het gewoon oké is om jezelf te zijn. Ondanks dat je bijvoorbeeld een litteken hebt of zonder dat je bepaalde... dat sommige dingen niet zijn zoals je zelf zou willen. Het is hoe je bent en het is goed, zeg maar. Dat wil ik mensen gewoon heel erg laten zien. Dat ik zelf ook met bepaalde dingen heb gezeten. En ik wil daar niet een stempel op geven. Het is gewoon, het is je bent zo. Dus het is meer dan oké. En ik ben ook meer dan oké. En ik mag hier ook staan. Zoals een ander persoon hier ook mag staan. Ja. Mooi. En... wat zou jij nou bijvoorbeeld meegeven aan een meisje of jongen die door hetzelfde heen gaat als jij op de middelbare met de gedachten? Of een jaar geleden? Dat vind ik een hele mooie vraag. Het eerste wat in mijn hoofd schiet zijn een paar woorden. Het is oké. Het is oké waar je nu bent. Ook al voel je je even alsof het helemaal niet lekker gaat. Het is oké dat je even niet lekker in je vel zit. Het is oké, je komt eruit. Het gaat op een gegeven moment gaat het weer beter. Heb het erover. En vind ook eerst je eigen manier. Geef het eerst misschien zelf. Probeer zelf een plekje te vinden met... steek iets in de... steek een papier misschien in de brand. Of verscheur het. Ben wel veilig met jezelf, maar verscheur het. En... aan anders durf iemand in vertrouwen te nemen waar je het met hun over kan hebben. En misschien van tevoren even aangeven van...
het wordt misschien een zwaar gesprek, dus ben erop voorbereid. Maar ik wil dat je van tevoren ook kan zeggen, ik wil niet dat je me een mening overvormt, zeg maar. Want het is echt, oké, je hoeft niet per se meteen professionele hulp te zoeken. Ben ik wel voorstander van. Maar het is oké om eerst een instantie bij jezelf te zoeken van wie vertrouw ik, wie kan ik vertrouwen. En dat is wel wat ik mensen in de buurt zou, in eerste instantie over dit verhaal zou willen meegeven. Van, je komt er weer bovenop. Het is niet het einde. Iedereen voelt zich op een bepaalde manier niet helemaal lekker in zijn vel. En heel veel mensen hebben er last van op hun eigen manier. En iedereen heeft zijn eigen probleem op zijn eigen manier. En we komen er allemaal weer bovenop. Daar heb ik echt de volste vertrouwen in. Dat we dit allemaal kunnen. En dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten uiteindelijk. Maar dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Ja. En je gaf ook aan, de vlekken, de eczeem, dan komt terug met stress. Ja, in mijn geval wel. Ja. Hoe ga jij nu om met stress? Ik vind nog steeds, ik heb er nog steeds super veel last van. Überhaupt stress. En ik heb daar nog steeds niet een hele goede methodiek voor hoe ik mezelf daarin rustiger kan maken. Helemaal niet zelfs. Ik heb nog steeds stress en ik heb nog steeds prestatiedruk. Heel, heel heftig zelfs. En ik wil nog steeds altijd het beste van mezelf naar voren halen. En dat is ook weer een stukje doorzettingsvermogen en ambitie. Dat ik het gewoon, ik wil het goed doen. En ik wil het altijd goed doen. Is niet altijd even slim. Want soms ga ik er ook nog steeds wel aan onderdoor. Dat merk ik ook wel als ik mijn haar aan het borstelen ben. Dat op een gegeven moment dat de helft eruit valt. Dan dat ik denk, oh ja, even een stapje minder. Dus mijn lichaam zegt op een gegeven moment wel van, hey, het is, nu is het even klaar. Even 3 keer ademen. Of even tot 10 tellen. Maar daar heb ik nog geen goed antwoord op. Ik heb nog steeds heel veel last van stress, helaas. En ik denk dat ook altijd in me zou blijven zitten. Je leert ermee omgaan. Ja, je leert er wel mee omgaan, inderdaad. En dat is hetzelfde met dyslexie. Je leert er ook mee omgaan en je groeit erin. En op een gegeven moment leer je het inderdaad een plekje geven en je gaat door. Het is altijd, je gaat gewoon door. Het is met stress, met dyslexie, met waar ik heb mee gezeten, emoties, alles. Het rolt allemaal door. Het is niet dat het op een gegeven moment, zou het maar een keer stoppen. Dat zou fijn zijn, maar dat gaat helaas niet. Maar gelukkig heb ik nu op het moment ook de mensen om me heen die me echt supporten van alle kanten. En ook in het traject en die me supporten en alleen maar trots op me zijn. En dat scheelt zo ontzettend veel in alles wat ik heb doorgemaakt. Waar ik het ook nog steeds met hun over kan hebben. Van, hey, ik voel me op het moment, het is niet mijn dag. Dat je dat kan zeggen. En dat ze ook zeggen, hey, het is oké. We gaan het er of over hebben of we het er niet over hebben. En anders een knuffel en we gaan weer door. Maar de mensen om je heen, dat scheelt gewoon superveel. Dat je je hart kan luchten. En daar ben ik echt super blij mee dat ik dat nu, dat ik het nu heb en dat ik mezelf niet meer anders hoef voor te doen dan dat ik ben. Dat ik echt voluit mezelf kan zijn. Dat ik af en toe gek kan zijn. Dat ik kan dansen in de woonkamer. Dat ik kan zingen wanneer ik wil. En dat ik nu echt voor mezelf heb kunnen kiezen. En ook doe wat ik leuk vind. Dus ook dat ik mijn passie en mijn energie uit, wat ik voor mijn hobby, dat ik het treden, zeg maar, mijn werk heb gemaakt. En dat ik, het is mijn tweede jaar dat ik meedoe aan Miss Beauty of Noord-Brabant. Ik heb in 2022 ook meegedaan. En dat gaf me zoveel energie en zoveel zelfvertrouwen bijna. Dat ik daar nu ook zoveel energie aan uithaal. En daarom wilde ik ook nog een keer meedoen. En mijn verhaal nu echt super goed te vertellen. En echt te vertellen wat er in mij zit. En wat er in mij heeft gezeten in de afgelopen tijd. En andere mensen daarmee helpen, maar ook mezelf uiteindelijk weer even een driedubbele boost geven. Van kijk, ik kan het. En ik ben trots op mezelf. En ik ben echt blij dat ik kan zeggen dat ik trots op mezelf ben. Dat ik voor mezelf kies. Ja. Ja, echt waar. Ja, ik ben ook trots op je. Dankjewel. Want wat mensen ook nog niet weten, ons voor mij ook nog niet verteld. Nee, maar wij kennen elkaar al ons hele leven. Ja. En ja, het begin van dit jaar zelfs een half jaar bij mij gewoond. Klopt. En ik herinner ook nog gewoon inderdaad dat wij gezellig hier op de bank zaten. Ja, precies. En dan ben je ook gewoon lekker jezelf. En je laat jezelf zien. En we kunnen gewoon lachen samen. Precies. En ja, fantastisch.
En daarin vind ik het nu ook heel mooi om te zien dat je nou gewoon ook hier gewoon... Ja, zo ken ik je. Ja, precies. Gelukkig. Ja, dat vind ik leuk. Nee, maar ook als ik überhaupt terugkijk naar zeg maar de tijd die wij hier samen hebben gezeten. En dat ik nu dan ook naar mezelf kijk, ben ik nu alweer een ander persoon voor mijn gevoel. Dat ik toch weer... Ik wil zeggen, toen zat ik namelijk in mijn afstudeerstress. Dus je weet ook nog wel hoe ik erbij zat. Maar ik ben zo blij. Dat ik zie ook echt in mezelf dat ik echt gegroeid ben. In het voor mezelf keuzes maken. En ja, dat is fantastisch. Dat je eindelijk een keer niet meer na hoeft te denken over meningen van anderen. En gewoon, ja, ook een minder beoordeeld worden, zeg maar, door bepaalde mensen. Dat is ook voor school natuurlijk. Je wordt beoordeeld op iets wat je inlevert op één moment. Maar nu heb je dat niet meer. Dan valt er zo'n last van je af dat je denkt, nee, het is nu, nou, ik heb in dit geval voor mezelf gekozen om voor mezelf te beginnen. Dus het is nu ook mijn ding. En dan kan ik mezelf ook in de spiegel aankijken van, hey, het gaat even niet goed. We moeten even 3 keer dubbel erachteraan. Maar het feit dat ik voor mezelf heb gekozen, ben ik echt... Dat is de beste keuze die ik tot nu toe in een lange tijd heb gemaakt. Dus dat heeft me denk ik ook wel gewoon heel veel meer persoonlijke groei gegeven. En het geeft je toch even een spiegel voor je neus. Van oké, we moeten nu echt even moeten aan de gang. Of ja, het is gewoon top. Ja, ik ben echt super trots op mezelf dat ik dit heb meegemaakt. En het jaar, of liefst het half jaar met jou heeft me ook superveel geleerd van voor jezelf zorgen. En je bent toch samen, en want we kennen elkaar al, dus dat scheelt superveel. Dat je toch niet met andere mensen hoeft te beginnen. Dus je hebt wel een bepaalde band al. Maar toch, je bent toch op een bepaalde manier op jezelf. En het gaat allemaal door. Je moet wel voor jezelf zorgen. Als je op een gegeven moment 's avonds niet meer eet, dan heb je de volgende ochtend toch honger, zeg maar. En ja, je leert gewoon heel veel over jezelf als je op jezelf woont. Klopt, zeker. Ja. Wat is het meeste wat je het heeft geleerd? Naast dan voor jezelf leren zorgen. Misschien ook een stukje zelfacceptatie. Dat klinkt misschien gek, maar je zit hier op een gegeven moment wel... Op sommige momenten zit je alleen. En dan ga je toch bepaald... Ja, je gaat nadenken over... Of in ieder geval, ik heb heel veel nagedacht over van... Wie ben ik? Wat vind ik leuk? En zeg maar, naast al die gedachten die ik heb gehad van... Waar gaat het mis? Wat is er mis met mij? Kun je op een gegeven moment, als je op jezelf zit, dan heb je meer acceptatie en meer tijd voor nadenken van... Het is niet erg, zeg maar. Het is oké. Okay. Je bent oké. Okay. Je kan gewoon heel erg naar jezelf kijken van... Wie ben ik nou eigenlijk? En ik denk dat het meeste is, wat, of in ieder geval dat is echt heel veel wat heel groot heb, wat ik geleerd heb. Wie ik nou eigenlijk ben en wat ik wil. En ik denk dat dat ook uiteindelijk de keuze naar het Miss Beauty of Noord-Brabant traject. En het voor mezelf kiezen met beleggen en zo heeft het makkelijker gemaakt. Dus het accepteren wie je zelf bent en wat jou maakt. Ja. En wat maakt jou jou? Dat ik spontaan ben. Dat ik gek ben. Dat ik echt soms de hele... achterlijke dingen doe, dat ik onhandig ben, ik ben hartstikke gek. Dat is echt één ding wat het eerste in mijn hoofd opkomt. Maar dat ik wel ook echt heel ambitieus ben voor de dingen die ik doe en dat ik heel veel geef om de mensen om me heen en dat ik echt een hele erg doorzetter ben en dat ik dus inderdaad ook stress heb, dat ik dyslexie heb, dat ik een verleden heb van wat er niet rooskleurig uitziet, maar wel dat me heeft gemaakt zoals ik nu ben. En ja. Je bent gewoon jezelf. Ik ben gewoon echt mezelf en dat probeer ik ook echt bij iedereen te zijn. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat het nu, dat ik mezelf geaccepteerd heb. Dat het oké is om een keer te dansen in de woonkamer of door de regen te rennen. Ja, het kan allemaal gewoon. En niemand kijkt je uiteindelijk maar aan. Kijk, mensen zullen een mening hebben. Ze zullen altijd een mening hebben over de dingen die je doet. Maar ik trek me er gewoon veel minder van aan. En dat maakt mij mij. En als je dan nu terugkijkt op de hele reis die je hebt afgelegd. Je voelt hem al aankomen, de laatste vraag. Zeker. Wat zou jij met de kennis van nu tegen je jongeren zelf willen vertellen? Dan kom ik denk ik wel terug op wat ik net ook zei.
dat het oké is. Dat het oké is om jezelf te uiten. Dat het oké is om te huilen. Dat het oké is om je mening te geven. Je kan boos zijn. Je kan op een gegeven moment super blij zijn. Dat je gewoon een keer kan vertellen van... Hey, het zit me even dwars. Of ik vind het niet fijn wat je nu doet. En dat je gewoon kan uiten wie je bent. Dat ik het oké vind om te zingen. Dat ik het leuk vind om op een podium te staan. Dat ik het fantastisch vind om dit te mogen doen. Dat ik in dit traject zit. Dat gewoon zeggen van... Hey, je bent oké. Het komt allemaal goed. En dat klinkt heel cliché, maar het komt echt allemaal goed. Als je tegen mijn jongere zelf had gezegd... dat ik een finalist zou zijn van Miss Beauty of Noord-Brabant... dan zouden ze me aankijken en denken... ja, ik ben trots op jou. En ik denk dat ik ook hier mag zitten en kan zeggen... dat ik ook trots ben op dat kleine meisje dat aan de overkant zit. En wat ik in de spiegel soms nog steeds zie, dat ik hier ben gekomen. En ik denk dat ik echt super, super trots ben. En ik ben ook trots op haar. En ja, gewoon tegen haar zeggen dat het oké is en dat het allemaal goed komt. Dat je echt, ja, dat het allemaal goed komt. Het komt echt goed. Het komt goed met mij. Het komt goed met jou. Ja, precies. Dat denk ik echt. Wil ik je heel erg bedanken voor het gesprek. Dankjewel. Jij ook. Ik heb hier echt met de volste vertrouwen gezeten. Ik ben ook super blij dat ik dit heb mogen doen. En dat ik mijn hart heb mogen lichten bij je. Dankjewel.